Dag iedereen, ik ben Jeff de Korte, ik ben tekenaar en schilder. Normaal gezien zou ik eind april een workshop houtskool tekenen geven in de lokalen van Gouden Pluim in Nevelen. Maar door de lockdown hebben we dat spijtig genoeg moeten uitstellen. Daarom zal ik u in deze korte video een paar van mijn technieken tonen. De materialen die ik ga gebruiken zijn houtskool, houtskoolpotloden, een kneedgom, houtskoolpoeder, verschillende blenders en shapers, een penseel en ook witte houtskool. En als ondergrond gebruik ik een middengrijs, zuurvrij passepartout karton. Dit is de referentiefoto die ik ga gebruiken. Eerst maak ik een lichte schets en daarna teken ik de donkerste delen in houtskool. Hierna bedek ik het ganse paneel met houtskoolpoeder. En dan begin ik de lichte delen weg te gommen met een kneedgom. Zoals u ziet werk ik in het begin nog vrij ruw. Het gaat erom de grote delen van licht en donker te creëren, zodat er een begin van volume ontstaat in de tekening. Met houtskool en houtskoolpotloden begin ik de donkere delen verder te detailleren en te versterken. Dit wordt steeds afgewisseld met gommen en tekenen en soms ook verzacht met een penseel. Door deze wisselwerking ontstaat steeds meer diepte in de tekening. In dit stadium werken we enkel aan de donkere tonen en de middentonen. De lichtere gedeelten en de hooglichten, die bewaren we voor later. Hier gebruik ik een penseel om de houtskoollijnen te verzachten, om zo de subtiele gradaties van de lange fijne manen weer te geven. Pas wanneer de meeste donkere tonen helemaal op punt staan, begin ik voorzichtig met witte houtskool de lichtere delen op te bouwen. Om de tekening fris te houden, is het belangrijk dat de witte en de zwarte houtskool niet met elkaar vermengd worden. Daarom werk ik zoveel mogelijk op de middengrijze delen van het karton, waar ik de houtskool weggenomen heb met de kneedgom. Een leeuwenvacht bestaat uit vele soorten verschillende haren, van heel kort en stug tot heel lang en fijn. Voor een realistische tekening is het belangrijk dit goed te bestuderen en juist weer te geven. Ook helpt de richting van de haren bij het creëren van het volume en de correcte anatomie.
Pas helemaal op het einde komen de snorharen en de hooglichtjes. En dan zijn we klaar. Zoals u ziet, creëren de vrij losgetekende texturen van op een afstand een fotorealistisch effect. Dit was een heel korte weergave van 2 dagen tekenwerk, maar ik hoop dat het toch een idee geeft hoe zo'n werk ontstaat. Bedankt voor het kijken. U kan meer van mijn werk zien op mijn website www.aeronaut.be. En ik post ook regelmatig filmpjes op mijn Instagram-account, jdekorte58. Tot de volgende keer.